week hoor je weer iemand met een bijzonder verhaal. En vandaag in de studio Mirella van Staveren, die vanuit haar praktijk vrouwen leert over hun menstruatiecyclus, over vrouw zijn, sensualiteit en over jezelf liefhebben. En Mirella, vandaag ben jij hier om te vertellen over prettig ouder worden als vrouw. Ja, prettig ouder worden. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ik denk dat we eerst moeten loslaten dat we er altijd uit moeten zien als een 20, 30-jarige. Ja, want daar heb ik dus moeite mee. Ik word volgend jaar 40. 40 gewoon. Ja, jonge bloem. Begint jonge bloem. Nou, als ik het zo nou zou kunnen zien, want hoe ik er nu in zit, is inderdaad van, oh, dat verval en mijn lichaam verandert en wat nou, het wordt alleen maar erger. Maar er kan er natuurlijk ook anders naar kijken, hè, om te zien met meer wijsheid in het tweede deel van mijn leven staan. Maar ik heb daar echt moeite mee, merk ik. Ja. Vandaar ook dat ik jou heb uitgenodigd. Nou, daar zijn een aantal, eigenlijk een aantal richtingen in. Ten eerste denk ik dat we die tweede helft van ons leven, ja, ik vind dat jij er nog net niet zit, maar oké. Okay. Laten we zeggen de tweede helft van ons leven. Je bent ook iets ouder dan ik, hè? Ik ben 47. Ja. Ik zie mezelf ook als een fruitige jonge bloem. Maar ik hou heel erg van wijsheid en van intuïtie en ik zie hoe ouder we worden, hoe meer dat komt. Dus ik verheug me op het ouder worden. Dan ik denk van wauw. Meer wijsheid, meer ervaring, meer levenservaring. En daar komt ook een stukje ontspanning mee. Ja. En ik hoef er niet uit te zien als een 20, 30-jarige. En ik heb andere kwaliteiten als een 20, 30-jarige. Ja. En hoe kun je dan vrouwen net zoals ik, die dus wel nog zitten in van, nou, mijn lichaam die gaat vervallen. Hoe ga jij dan daarmee om met vrouwen die daarmee juist worstelen? Nou, ik denk dat we als vrouwen opnieuw verliefd op onszelf mogen gaan worden. Eigenlijk onafhankelijk van welke leeftijd. Maar zeker op deze leeftijd, ga naar jezelf, ga kijken naar wat er prachtig aan je is. En ga het ook benoemen. Een van de dingen die ik altijd zeg, geef jezelf een knipoog in de spiegel. En dan krijg je 10 bonuspunten als je nog iets erbij zegt van, hey, wat een mooie vrouw ben je. Of hey, lekker ding. Lekker ding, lekker ding. Jezelf zeggen. Wow, ga met jezelf flirten. Dus flirt met jezelf, alsof je leven ervan afhangt. Echt waar. In plaats dus dat je wacht tot een ander met je flirt, hè, dat een man met je flirt, flirt je dus met jezelf. Ja. Ik denk dat wij vrouwen gewoon, we zijn zo gefocust op mannen, wat ze van ons vinden, wat ze van ons denken, hoe we het voor ze moeten doen, ook in de sensualiteit. In al die vormen mogen we eerst van onszelf houden. Mag je jezelf mooi vinden. Ja. En ja, zoals ik iemand ooit wel eens horen zeggen over haar bijvoorbeeld onderarmen, van die zwabberde onderarmen, die zei van, oeh, wat een onderarmen. En dan dat transformeren naar, oeh, wat een onderarm. Oeh, wat een onderarmen. Dan wordt het alweer anders, ja. Dan wordt het gelijk een stuk leuker, hè? Ja, want we beoordelen elkaar heel erg op uiterlijk. Door de media wordt dat aangewakkerd. Ja. Mannen praten ook vaak. En vrouwen hebben dat zo geïnternaliseerd, denk ik. Ja. Van, wij krijgen dat al zo vanaf jongs af aan mee, dat het belangrijk is hoe je eruit ziet. Heel belangrijk. Ik zie mijn dochter, ik heb dus 8 jaar in Spanje gewoond. Ze is niet naar school gegaan, ze komt nu terug. Ze is 8 jaar, ze zit 3 maanden op school. Ja, die persoon is dik. En dat wordt dan afgekeurd. En daar schrik ik van, want ik ben zelf lekker vol. En ik hou van mezelf, ik vind mezelf hartstikke leuk. Je zegt ook lekker vol. Ja, ik ben lekker vol. Ja. En daar heb ik ook voor moeten werken om hier te komen. Maar ja, dus ik schrik hoe dat al daarin zit. En ze gaat naar een vrij alternatieve school. Ja, dat is de boodschap die we krijgen. We moeten dun zijn. We moeten op een bepaalde manier zijn. En we zijn gewoon niet allemaal zo. Ja, en jij zei net al van, ik heb er ook aan moeten werken om zo naar jezelf zo te kijken. Hoe is dat voor jou gegaan? Even denken. Ja, ik ben begonnen bij de School of Womanly Arts in New York. Daar heb ik op een gegeven moment 4 keer een weekend mastery gedaan. En daar heb ik geleerd om van mezelf te houden, van mijn uiterlijk te houden, van hoe ik ben en wie ik ben te houden. En gewoon te zijn, ja, mogen dingen zijn zoals ze zijn? Mag ik gewoon 15 kilo te zwaar zijn? En mag ik daar mooi in zijn? Mag ik van winkelen houden? Ja, dat is dan niet, zeg maar, bijna niet sociaal meer verantwoord om te willen winkelen. Maar mag dat? Mag ik naar mezelf knipogen? Mag ik met mezelf flirten? Nou, dat ben ik allemaal gaan uitzoeken daar. Daar heb je de kneepjes van het vak geleerd. Daar heb ik het gedaan, in New York. Komen we zo nog eventjes op terug. Jij hebt een liedje voor ons wat over die schoonheid gaat. Simply Beautiful. If I gave you my love. Simply Beautiful. Mirella van Staveren, dat liedje zegt dus,
je bent gewoon mooi zoals je bent. Je bent gewoon prachtig zoals je bent. Prachtig zelfs. Je bent echt prachtig. En jouw schoonheid, die zich dan uit in jouw fysieke... Verschijning. Maar die echte schoonheid komt van binnenuit. Ik heb vrouwen gezien die 200 kilo zijn, bloot op een podium staan te dansen en zijn prachtig. En wat is dat? Omdat zij zich van zichzelf houden. Het eigenlijk gaat om je innerlijke vreugde. Mag je gewoon blij zijn met wie je bent, dat we er zijn, hoe je bent. En dat straalt naar buiten uit. En dan zit dat kwapje er maar. En dan zit dat rimpeltje komt er wel bij. En lach om je rimpeltjes en zegt, oeh, rimpeltjes. Oeh, rimpeltjes. Sexy rimpeltjes. Sexy rimpeltjes. Ja? Je had het er net al over dat je die kneepjes van het vak hebt geleerd bij Mama Gina, de School of Womanly Art. Ja. Zijn dat dan de dingen, hè? Dat je het eigenlijk omdraait? Dat je jezelf als sexy ziet, als geweldig ziet, als prachtig ziet, wat jij daarmee dan uitdraagt? Het kan niet dat je één dag zegt, ik ben lelijk, ik vind mezelf lelijk, en dat je één keer in de spiegel knipoogt en dat dan alles getransformeerd is. Dit is ook gewoon een proces. En wat ik vrouwen zou zeggen, ga plezier hebben. Neem jezelf niet zo serieus. Heb het leuk. Ja, dance break, een lekker dansen, een extra bonuspunt als je naakt danst. Dat heb ik ook een tijdje gedaan in de spiegel, 's morgens na het douchen, naakt dansen. Echt waar? Ja, voor mezelf. Mijn man heeft het nog nooit gezien, heeft niks met hem te maken. Het gaat over dat ik van mezelf mag houden en mag accepteren. Vind jij jezelf goed genoeg zoals je bent? Ja, en langzamerhand ontwikkelt zich dat. Ja. En toen, nou, zal ik je gewoon gelijk een leuk geheimtje vertellen. Toen op een gegeven moment, dan danste ik naakt en dan moest ik me weer gaan aankleden. Dat was eigenlijk een beetje een turn-off. Dus toen heb ik een leuk striptease liedjes gevonden. En dan strip ik mezelf in mijn kleren voor de spiegel. En ja, dan kan het niet anders dan dat je jezelf hartstikke leuk gaat vinden. En niet zo serieus, hè, maar gewoon lekker met jezelf bezig. Dus dat is het geheim. Dus en Jessica, morgenochtend na je douche. Kijk aan de gang, hoppakee. Nou, luisteraars, ik hoop dat ze niet te visueel zijn ingesteld. Maar je zei net al dat je dat hebt geleerd tijdens die weekenden die je hebt gedaan. Hè? Ja. Hoe was het daarvoor voor jou? Want dan stond je er toch anders in. Je hebt het geleerd. Hoe was jouw zelfvertrouwen toen? Nou, het was moeilijk, want ik ben een volle vrouw in een slanke samenleving. En dus het is altijd gedacht dat ik niet goed genoeg was, dat ik minder was. En dat, ja, nou ja, ook eigenlijk van kind zijn ook meegekregen van, ja, een man valt op je omdat je slank bent. Dus dat is, ik heb een geweldige, prachtige man gevonden. En dus dat is helemaal niet waar. Ja, maar ja, overal waar je komt, wordt dat wel zo gezegd. Dus het is moeilijk. Ik heb het echt moeilijk daarmee gehad. En ik ben daar ook heel dankbaar voor, dat juist voor die overgang, dat ik dat voor mezelf heb mogen veranderen. En ik gun het echt vrouwen. Wij zijn zo leuk, Jessica. We zijn zo leuk, maar we moeten even ontspannen. Gewoon, gewoon fijn met elkaar, fijn met jezelf. Ja, want ik heb hier dus tegenover me, hè, ik hoor jou zeggen, een volle vrouw, maar je bent niet dik of zo. Je bent misschien iets voller inderdaad, maar wel een mooie vrouw. Jij straalt voor mij wel echt, ik ben ook naar een workshop van jou geweest, hè. Ja. Je straalt voor mij ook wel echt iets uit van een glinstering, een tevredenheid, een glinstering vooral, denk ik, ja. Ja. Iets waar ik wel nieuwsgierig van word. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is het dan ook wat jij bedoelt, zo, met hetgeen wat jij doet, of niet? Ja, ik denk dat. ik ben ook gaan, ja, god, waar ga ik hierin beginnen? Maar mezelf toestemming geven, ja, mezelf, gewoon om mezelf te zijn, authentiek, leuk. Er zijn al zoveel anderen. Ja, en daarin, iedereen is dus authentiek in wie ze zijn. Ik ben eigenlijk niet meer bezig met anderen. Het gaat niet om anderen. Mag ik het gewoon lekker met mezelf hebben? En dat heb ik ook in richting van mijn partner meer en meer gekregen. In plaats van dat hij mij blij moet maken, mag ik mezelf blij maken. En wat hij mij niet kan geven, mag ik mezelf geven. Ja, wat mooi zeg. Wat krachtig ook. Ja. Ja. En ook dus wat heel veel vrouwen hebben, het pleasen, dat je eigenlijk iets doet om maar aardig gevonden te worden, of om maar mooi gevonden te worden. Daar ben je dan eigenlijk mee gestopt? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik doe wel mooi, maar voor mezelf. Oh ja, dat is een hele andere manier. En dat is een hele andere manier. Ja. Zometeen praat ik nog even verder met jou. Want ik zou ook heel graag willen weten hoe het nou is.
ja, als je nog wat ouder bent en het leven dan gaat. Maar eerst nog een liedje van jou, Tina Turner, Simply the Best. Waarom heb je die aangevraagd? Ja, Simply the Best. Ik was op zoek naar muziek waarin we als vrouwen zeg maar bekrachtigd worden. En dat vond ik heel moeilijk om te vinden. De meeste liedjes gaan over relatie, mannen, hij is mooi, hij is leuk. Dus Tina, ik vind Tina echt een topvrouw. Ik denk ook een vrouw die er van zichzelf houdt. In ieder geval tot een bepaalde hoogte. En Simply the Best, ja, dat ben jij dus. Dat ben ik. Dus het gaat niet over die ander, maar dit liedje trek je naar jezelf. Ja, het liedje gaat over de ander, maar trek hem naar jezelf. I'm simply the best. I'm simply the best. Yes, met Jessica Voets. Yes. Tina Turner, Simply the Best. En Mirella van Staven, we hadden het al net over, hè? Dit liedje eigenlijk voor jezelf zingen. I'm simply the best. I'm simply the best. Niet vanuit een verwaandheid, maar gewoon omdat je jezelf goed genoeg vindt zoals je bent. Precies. Ja. Ja. En wordt dat ook sowieso wel makkelijker naarmate je ouder wordt? Nou, ik denk niet per se. Ik denk dat je daar waar moet werken. Ik heb een heel mooi oud-Indiaanse gezegde meegenomen. En dat is, ik zal het in het Nederlands doen. Dat zegt bij Menark, dat is als de vrouw voor het eerst ongesteld is. Een jonge vrouw ontvangt haar kracht. Tijdens haar jaren van menstruatie beoefent ze haar kracht. En na de menopauze wordt ze kracht. Ze nou, wordt dus kracht. Dat is waar we naartoe gaan. Nou, die kracht. En ja, ik denk als ik na menopauze vrouwen zie, ik vind ze vaak authentiek en krachtig. En die hebben veel minder zo van, you can't bullshit me. Er zit een soort, ik weet niet hoe ik het moet noemen, het is een soort vrijheid wat ik vaak nu al zie in vrouwen. En dat is tot nu toe onbewust gegaan. En ik hoop eigenlijk dat vrouwen van onze generatie en ook jonger, dat die steeds bewuster mogen zijn met gewoon blij zijn met zichzelf. Hun kracht beoefenen door hun, door de cyclussen heen. Ja, daar moet je nog iets meer over vertellen. Kom een keer voor terug. En dan echt, zichzelf bekrachtigd voelen door de menopauze heen. Dat het een soort hergeboorte is. Want het is vaak niet makkelijk, de menopauze. Het is een soort hergeboorte. En dan kom je weer opnieuw in je lente, als je een jaartje of 60 bent. Ja, want die cyclus waar je het net over had. Jij geeft ook workshops over menstruatiecycli. Ja, daar moet je dan inderdaad over al die andere dingen waar jij over is te vertellen hebt, maar eens op terugkomen. Maar die cycli, die pas jij dus ook toe op het leven. En jij zegt dus eigenlijk, na zo'n menopauze is eigenlijk een wedergeboorte. En dan begint je leven na die winter eigenlijk weer opnieuw in de lente. Ja, dus je hebt zeg maar tot jaar of 20 ben je in je lente. 20, 40 is je zomer. En dan op een gegeven moment ga je richting de menopauze, heb je herfst en je winter. De blaadjes vallen af. En dan dus ik begin nu, volgend jaar 40, richting mijn herfst te gaan. Jij gaat richting je herfst. Ja, en ik zit richting mijn winter nu. Ja. En dan op een gegeven moment, als je na die menopauze bent, dan kom je weer opnieuw in je lente. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Christiane Northrup, een bekende Amerikaanse gynaecologe, die zegt dat seks voor vrouwen rond 60 en 70 jaar de beste seks is. Wacht even. Even goed meeluisteren, luisteraars, wat ze nu zegt. Want daar ga ik nog een keer herhalen. Seks op je 60, 70ste, of na je 60, 70ste, is op zijn best. Ja. Vraagteken. Ja. Hoezo? Ja, nou, wat ik ervaar vanuit mijn eigen, wat ik zelf zie, is op moment, ik denk dat je dan veel minder bezig bent met, oh, zit het wel goed? En ja, als je 60 hier, dan, een vetrolletje daar, maakt allemaal niet meer uit. Ja, het maakt allemaal niet meer uit. Als je in jezelf kunt ontspannen, als je die kracht tot je neemt, dan kun je ook met een paar, ik denk dat je beter kan gaan aangeven wat je wilt, hoe je het wilt. Ik denk niet dat je nog in de kroonluchten hangt per se, maar ik denk wel dat er een veel diepere intimiteit en verbinding mogelijk is. En ik denk dat daarom dat ze zeggen, vrouwen 60, 70, daar zit nog heel veel potentieel. Ik weet dat het niet voor veel vrouwen niet de realiteit is. Dat is ook weer een heel groot onderwerp. Maar die potentie heb jij. Oh, ja. Die heb ik dus ook. Nou, dat is iets om naar uit te kijken dan. Dus eigenlijk, ja, je moet nog 20 jaar wachten. Ja, maar dan wordt het dus wel leuk om naar uit te kijken. Want dan wordt het heel anders, hè, Mirella. Dan is het niet meer van, oh, ik was 14 en tweede helft van mijn leven. En wat nu? Dan komt er dus wijsheid bij. En dan staat me toch ook nog een seksbooming moment te wachten. Dan mijn 60, 70. Ja. Dat nog eens leuk om naar uit te kijken. En wijsheid en intuïtie en kracht en authenticiteit. Wauwie, wauwie, wauw. Ja. Dus dan rond mijn 60, 70, dan is het. En zit je wel als je aan jezelf werkt, dat neem ik dan wel aan. Hè? Maar als je dan meer in je kracht staat, meer in je authenticiteit en dus meer kunt genieten van seks, omdat heel die barrières van, oh, en daar een vetrolletje, daar een rimpeltje, zal je wel niet denken,
valt weg. En blijf met jezelf flirten, al ben je 50, 60, 70, 80. Vrij met jezelf, vrij met een partner. Weet wat je wilt, wat je fijn vindt. Geef jezelf een knipoog. Doe je striptease. En zo word je dus fijn en prettig en liefdevol naar jezelf ouder. Wil je nou meer weten over Mirella van Staveren en wat ze allemaal doet? Wat voor een heerlijke, sensuele en leerzame workshops dat zij geeft? Kijk dan op mirellavanstaveren.nl. En Mirella, ja, jij hebt als laatste liedje een heel leuk, vrolijk liedje uitgekozen. Ja. Wat eigenlijk wel op dit onderwerp van het ouder worden aansluit, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit is Older Ladies Are Divine. En eigenlijk is dit liedje, zoek het op de YouTube. Het is een geweldig clipje van Donna Lee Stevens. En waarin vrouwen gewoon eigenlijk ontzettend van zichzelf genieten. Dat ze de vetkwabbetjes mogen rollen. Het hoeft natuurlijk niet per se. Ik zie gewoon die nou, dat is die vrouwen, die hebben volgens mij hele fijne seks. Dames die luisteren. En zo niet, dan maakt het eigenlijk, want die vrouwen hebben gewoon plezier. Eigenlijk, dat is waar het om gaat. Heb plezier met jezelf, heb plezier in het leven. Heb plezier met jezelf, heb plezier in het leven. En dames die luisteren, heb lekker plezier op dit nummertje en dans lekker mee. Well, I ain't 16, Jessica Voets. Yes.